Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je oestertjes bereidt met aardappel, vanille en zure room. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? 4 holle oesters, vastkookaardappelen, zure room, oestersap, kervel, room, olijfolie en vanillestok. Dus, we nemen de aardappel. Schillen de aardappel. Snijden de aardappel in mooie dikke stukken. We gaan die mooi wassen. We voegen wat zout aan toe. En als je vanille koopt, moet je echt wel goed opletten dat de vanille mooi vers is, dus van goede kwaliteit is. Dus de vanillestok mag echt niet heel droog zijn. Het moet nog echt wel mooi zacht zijn. We snijden hem punt van een mes mooi mee door. Dan gaan we eigenlijk de vanillezaadjes eigenlijk mooi gaan afscheiden met een mes. Dat gaan we nog eventjes hier leggen. Dat gaan we straks gebruiken. Maar we gaan wel de stok gebruiken om eigenlijk in het water te koken. Voilà, de aardappeltjes die hebben nu ongeveer 20 minuutjes opgestaan. Zacht vuurtje, die zijn mooi zacht. Nu gaan we een klein beetje kookvocht afgieten en bewaren. Nu gaan we de aardappel mooi passeren. Kookvocht, dan gaan we mooi losroeren. Olijfolie. Een beetje zout erbij. We halen nu de schelp. We nemen onze zure room. Een klein beetje peper. En zout. En een mooi bodempje zure room in de schelp doen. De stukjes mogen erop. We houden de puree lichtjes warm. Zodanig, we zitten eigenlijk met de koude zure room, de koude oesters en de warme puree. Zodanig dat je echt wel een mooi mondgevoel hebt van koud en warm samen in een eenschap. Een oester bereid met aardappel, vanille en zure room. First class, smakelijke tip voor de volgende keer.